zomer is nog lang niet afgelopen of het nieuwe culturele seizoen barst alweer los. Museumtijdschrift 6, nieuwe nummer vers van de pers, staat stil bij de vele hoogtepunten van het nieuwe seizoen. Eén daarvan is het coverartikel, de 20 Vlaamse meesterwerken die deze nazomer vanuit Antwerpen naar het Mauritshuis in Den Haag reizen. Virtuose portretten, waarbij vooral de details meer onthullen over de identiteit van de geportretteerden. Een ander hoogtepunt is het 25 jaar bestaan van Museum De Pont in Tilburg. Hendrik Driessen heeft van deze plek een buitengewoon aangename pleisterplaats gemaakt voor hedendaagse kunst. In dit nummer een interview met de gedreven museumdirecteur. Voor ons een ontdekking, Rosa Loy in het Drents Museum Assen, een Duitse kunstenaar en tuinbouwkundige die prachtige mysterieuze werelden schildert. Koop dit nummer nu voor 5 euro in de winkel en je gaat uitstekend voorbereid het nieuwe tentoonstellingsseizoen tegemoet.